Nederland is tot aan de Tweede Wereldoorlog neutraal. De regering wil dat ook per se blijven. In de Eerste Wereldoorlog heeft die neutraliteitspolitiek goed gewerkt, vinden ze. Maar nu kan Nederland niet buiten de strijd blijven. Hitler en zijn generale staf willen namelijk zo snel mogelijk de oude erfvijand Frankrijk uitschakelen en Parijs innemen. En daarvoor is de Antwerpse haven een hele belangrijke schakel. En om die haven te kunnen innemen, is een snelle opmars door het vlakke Zuid-Nederlandse land te verkiezen boven een moeilijke doorgang door de Belgische Ardennen. Als gevolg van onze neutraliteitspolitiek heeft Nederland geen strategie tegen een eventuele Duitse inval. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Dit niet tegenstaande de plechtige toezegging dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien zolang wij haar zelf handhaven. De Duitse inval op 10 mei 1940 maakt in één klap een einde aan onze neutraliteitspolitiek en ineens zijn Frankrijk, België en Nederland bondgenoten. De gevechten in onze streken draaien strategisch bezien vooral om de haven van Antwerpen. Het Franse 7e leger ligt in Noordwest-Frankrijk en trekt na de Duitse inval onmiddellijk op naar België en Zuid-Nederland. De Franse troepen in Diessen behoren tot het 4e Regiment de Dragon Porté, dat beschikt over lichte verkenningstanks AMR 35, en het 4e Regiment de Cuirassiers, dat over gevechtstanks beschikt. De hier gelegerde Nederlandse grenstroepen zijn vertrokken. De Fransen nemen het tegen de Duitsers op zonder hulp van Nederlandse of Belgische troepen. Franse cavaleristen positioneren zich in Diessen met enkele tanks bij de Reuzel en de brug in de huidige Beerseweg. Die brug wordt half opgeblazen zodat er geen zwaar materieel meer overheen kan. Ik was dan 8, maar ik weet goed dat oorlog werd. Want ik wist dat het mobilisatie was, ik wist ook wat dat betekende. En wij hebben altijd gewoond, van begin af aan, en geboren en getogen allemaal, wij alle 12, in de Willebrorstraat 82a. Eerste Pinksterdag eigenlijk, nee, een daags van tevoren, zijn de Fransen hier gekomen. En die hadden een hele grote kar, zou ik zeggen, ons van boven gezet, daarbij van Nieuwkerk, bij dat schoolpadje. De Fransen zijn hier gekomen, die kwamen allemaal heel zwart aan, en er heel veel bij ons in huis zich gewassen en verschoond en weet ik het. Op diverse plaatsen in het dorp graven de Fransen schuttersputjes en langs de Reuzel leggen ze landmijnen. Zo hopen ze de Duitse opmars tot staan te brengen. Met hun relatief lichte bewapening kunnen ze niet op tegen de Duitse overmacht en zijn artilleriegeweld. Aan de Duitse kant bestaat de voorhoede onder andere uit de SS-eenheden Duitsland en Germania. Zij trekken vanuit Oorschot en Middelbeers op naar Diessen en raken daar op 12 mei aan de Reuzel slaags met de Fransen. De Duitsers vallen aan bij die brug, maar maken tevens omtrekkende bewegingen. En toen de eerste Pinkster lag, zijn de Duitsers gekomen. En toen stond er een hele grote tank bij Suske Vingerhoed, zag ik zeggen. Suske Bien noemden wij die. Nee, het Heilig Hart. Het Heilig Hart. Oh, dat het Heilig Hart. En toen kwam meneer Vermeer, die was een hoofdonderwijzer hier, die kwam naar onze pa. En die zei, Jan, je moet weg hier, want ze gaan die dingen. En toen zijn wij met heel het huis, zouden we kleren ingepakt en gedaan. En jullie zaten eigenlijk in het schootsveld, zag ik maar. Ja, en toen zijn wij met alles, met z'n allen, met de kinderwagen ook en een beetje kleren in kussens lopen. En allemaal te voet naar tante Bertha, naar Smetsers. Dat was een zuster van ons vader. En daar zijn wij ook 's nachts gebleven. Wij konden 's morgens niet meer naar de kerk, want de kerk was lang gesloten. En dan was het toen heel erg, de eerste Pinksterdag. Ja. Stil. Zo apart stil. Je zag niemand, soms een enkeling die naar de Fransen liep te kijken. We verwachten elk ogenblik iets en bij ons thuis waren ze wel degelijk bang. Alles was van streek.
Zo aten we pas heel laat en net toen ik de tafel afruimde, klonk het eerste schot. Het was ongeveer 3:30. Vermoedelijk hebben de Fransen het eerst geschoten, want zij zaten, zoals ons pas later duidelijk werd, ook in de toren en hebben daar natuurlijk de Duitsers aanzien komen. De hel brak los. En toen zijn wij, zijn ze 's middags begonnen met schieten. En daar hebben wij een hele dag, toen begonnen ze hier te schieten. Dan toen kwamen die Fransen, kwamen de Duitsers tegen. En die begonnen te schieten en toen hebben we door heel de middag zitten bidden. Tante Bertha, die deed niks als voorbidden, met de rozenkrans. En toen hebben ze hier eigenlijk best veel geschoten in het dorp. Toen zijn ook die twee dames van mijn heren, die twee dochters, en Mina van Wezel. Die waren in het huis van Mina van Wezel. En die hebben door het raam gekeken, de gordijn opzij gedaan en op het raam gekeken. En toen zijn ze door de Duitsers doodgeschoten. Ja. Want die dachten daar vijanden zaten. En er waren natuurlijk hele Fransen gesneuveld hier. Ja. Heb je daar iets van, hebben jullie dat van meegekregen? Ja, en er is er ene bij tante Anne, bij ome Chef. Chef Heuvelmans, die was toen gemeenteontvanger. Ja. Daar is er ene in de tuin doodgeschoten. Zo'n huis dwars. Ja. En ze hadden twee huizen aan elkaar. Ja. En daar is eentje in die tuin gesneuveld. Ja. En de ander is gesneuveld voor het kruisbeeld bij Gijzel in de kamer. S'avonds toen is het opgehouden. Maar het hebben ze toch wel een paar uur geschoten hier hoor. En toen waren de Fransen weg en toen hadden de Duitsers hier de overmacht. De hoge SS-officier Otto Weidinger beschrijft later hoe de Duitsers eind van de middag op de Franse militaire stellingen stuiten. Onder de voorhoede ontwikkelt zich een levendig vuurgevecht. De vijand bood aanvankelijk hevig verzet, maar verzwakte rond 6:00. De brug ten oosten van Diessen staat in brand. De voorhoede viel de vijand in en ten westen van Diessen aan over de brandende, half vernielde brug en drong rond 6:30 Diessen binnen. De vijand wijkt volledig naar het westen en laat 15 gevangenen achter. Individuele machinegeweren en een panzerwagen worden buitgemaakt. De straten zijn verwoest. Onze eigen verliezen zijn klein. 1 dode en 3 gewonden. SS-eenheid Duitsland dringt door tot Hilvarenbeek en zet de achtervolging in het donker voort richting Breda. De 15 gevangen Fransen worden vastgehouden in een schuur bij de boerderij aan de Beerseweg. De 3 Diessense doden, Mina de Brouwer van Wezel en de zussen Lies en Marie Meneren, en de 11 Franse doden worden door Weidinger niet eens genoemd. In het Diessense oorlogsboek doen diverse ooggetuigen beeldend verslag van deze spannende en emotionele uren. Allen prijzen ze de moed en strijdlust van de Fransen. Aan Duitse zijde wordt 1 dodelijk slachtoffer gemeld, de SS'er Alfred Pussinger. Hij wordt provisorisch begraven bij de Willekesdreef en rust nu op de Duitse oorlogsbegraafplaats in IJsselstein. En toen waren jullie alweer terug in je eigen huis? Of? Er zaten de Duitsers in ons huis. Ja, klopt. En toen kwamen dat was tweede Pinksterdag? Dat was tweede Pinksterdag. En toen kwamen wij er binnen en er was alles. De Duitsers waren allemaal het scheren en het wassen en toen. En ze hadden ondertussen wel het huis leeggehaald. Spa had een motor en Smoet had een fiets. En die hadden ze meegenomen. En toen hebben ze zo lang gepraat en dit is het enigste vervoermiddel dat ik heb. En toen kwam mijn baas en die teruggehaald die motor, die kreeg je terug. Maar ja, ze had bij ons ook heel het huis leeggehaald. Hè? En die magazijn die zat vol voorraad, ze hadden alles weggehaald. Zelfs de dekens van de bedden. Hè? Ja. Een tiental Diessense jonge mannen, onder wie Jan Schoenmakers, wordt door de Duitsers aangewezen om de gesneuvelde Fransen te begraven. Er wordt een massagraf gemaakt achter het huis van de Brouwer in de Willebrodestraat. De bedoeling is om daar alle Fransen te begraven. Omdat de straten vol met Duitse voertuigen en soldaten zijn, worden de andere lijken ter plaatse begraven. Ze lagen er nog zoals ze gestorven waren. Achter een heg, in een sloot of gevallen in de boomgaard terwijl ze vluchtten. Sommigen herkenden we. We zagen ze voor ons, druk gebarend, hun handen vooruitstekend. De vingers trilden niet. Ze waren niet bang, wilden ze zeggen. Nu lagen ze hier,
onbewegelijk. Het waren er 11. We dachten, zo ver van huis en nog zo jong. We zijn enkele dagen verder. Na de doortocht van de Duitsers is het normale leven in Diesse weer enigszins op gang gekomen. Dezelfde jonge mannen graven de provisorisch begraven Fransen op en leggen ze in een gezamenlijk graf op het Diessens kerkhof. Janus Schoenmakers maakt een houten kruis en vermeldt er secuur de namen op in de volgorde zoals ze begraven zijn. 9 jaar lang liggen de 11 Franse kameraden op het Diessense kerkhof begraven, met een houten kruis en hun helmen. Op het kruis hun namen en de tekst: Ici repose onze soldats français. Mort pour leur patrie et la nôtre. Le 12 mai 1940. Een beweging komt op gang om de Franse gesneuvelden te herbegraven. In Capelle in Zeeland wordt een centrale Franse militaire erebegraafplaats aangelegd. In juli 1949 worden de resten van de 11 Diessense gesneuvelden opgegraven. 4 van hen, Victor Duchatel, Fortuné Duvinage, Fernand Vivien en Jules Ladurel, worden door de Franse instanties geïdentificeerd. Het is 12 augustus 1949. De geïdentificeerde militairen worden gerepatrieerd en in Frankrijk herbegraven. In september 1949 worden de overige 7 als onbekende soldaten begraven op de Franse oorlogsbegraafplaats in Capelle. Op het ereveld in Capelle liggen 229 Franse slachtoffers begraven. Hun namen zijn vermeld op het centrale monument. Voor die scenaren als onder andere Janus Schoenmakers was het eigenlijk niet goed te verteren dat de 7 Diessense slachtoffers daar als onbekende soldaat zijn begraven, zonder hun naam op het kruis. Want Janus had immers hun naam zo keurig opgeschreven toen ze op het Diessense kerkhof begraven werden. Van links naar rechts hadden hun namen keurig genoteerd. Maar toen ze officieel geïdentificeerd moesten worden, was dat onvoldoende. En zijn ze dus uiteindelijk zonder namen daar begraven. De 7 Diessense Fransen liggen in de achterste rij direct links van het grote namenmonument. Op de 7 graven D33 tot en met D39 staan kruisen met het opschrift Français non identifié. Hier rusten, in onbekende volgorden, Jean Bazille, Henri Gudin, Joseph Hérault, Jean Huron, Marcel Loury, Pierre Molière en Marcel Laversin. In Diessen herinnert alleen nog het herinneringskruis op het kerkhof en het oorlogsmonument aan de gesneuvelden van 12 mei 1940. Voorjaar 2019 ontstond bij de Stichting Erfgoed Diessen het idee om de brug in de Beersenweg naar de Fransen te vernoemen, als een permanent eerbetoon. Die brug was het epicentrum van de moedige strijd tegen de Duitse overmacht en het merendeel van de slachtoffers is ook daar gevallen, in de directe omgeving van de brug. Dit idee is direct omarmd door diverse maatschappelijke organisaties en ook door de gemeente Hilvarenbeek en de provincie Noord-Brabant. Excellence, l'ambassadeur de la République française aux Pays-Bas, Monsieur Vassy, et capitaine de corvette Cyclette. Excellence, la commissaire du roi de Noord-Brabant, Madame Adema, et Monsieur le maire de la municipalité d'Hilvarenbeek, Monsieur Weiss. Au nom de la Fondation d'héritage de Diessen et au nom de tous les habitants de Diessen, je vous souhaite la bienvenue.
C'est une grandeur, grand honneur que vous, vous êtes présent ici aujourd'hui au nom de la République française, de la province de Noord-Brabant et de la municipalité d'Overbeek. Nous sommes ensemble ici pour une occasion spéciale, à un moment spécial et dans un endroit spécial. C'est ici, sur ce pont, qu'une bataille héroïque s'est déroulée il y a exactement 81 ans. Des soldats de deux unités de l'armée française sont arrivés à Disse le 11 mai 1940 et ont pris position ici, près du pont et du ruisseau. Les Allemands sont arrivés le 12 mai. Une bataille courte mais sanglante s'est ensuivie. Les Français se sont battus comme des lions, mais ils n'ont pas pu résister à la force de la majorité allemande. 11 camarades français ont perdu la vie. Il y a 81 ans que s'est passé à cet endroit, à 7 heures de la journée. 81 ans plus tard, Disse paye aujourd'hui une dette d'honneur. En souvenir durable de leur sacrifice, ce pont s'appelle désormais le pont du 12 mai 1940. La balustrade du pont porte la date du 12 mai 1940. De plus, il y a les noms et les emblèmes de leur unité de l'armée, le 4e régiment de dragons portés et le 4e régiment de cuirassiers. Et ensuite, vous voyez ferme en feu et une voiture de combat détruite. Enfin, vous voyez le blason de l'ancienne commune de Disse et une colombe de paix dans un casque de soldat inversé. Avec ce monument, Disse rend hommage à 11 jeunes Français qui ont payé le prix le plus haut. 11 héros qui ont donné leur vie pour leur patrie et la nôtre, pour la liberté, pour l'humanité. Nous maintenons leur nom pour que nous les oublions jamais. Victor Duchâtel, Jean Bazille, Fortuné Duvinage, Henri Gudin, Joseph Hérault, Jean Huron, Jules Ladurel, Marcel Laversin, Marcel Loury, Pierre Molière et Fernand Vivien. Nous attendons la musique. Monsieur l'ambassadeur, je vous invite de dévoiler le panneau maintenant. Mr. Ambassador, I have the very glad to have you.
invite you to, because you maybe have some words for us. Ik ben ook verheugd over de bereidheid van de inwoners van Lissen om erkenning te tonen voor onze Franse helden die in het buitenland zijn gesneuveld ter verdediging van onze gemeenschappelijke vrijheid. Zij konden niet voorkomen dat Europa wegzonk in de verschrikkingen, maar zij bereiden de weg voor toekomstige overwinningen. En andere Fransen zouden 4 jaar later naar Nederland komen om deel te nemen aan de gevechten voor de vrijheid. We staan bij hen die voor hun vrijheid zijn gestorven en die ons respect en onze dankbaarheid verdienen. Dus ik dank u hartelijk. The monument on the bridge is a fitting tribute for their offer and a reminder that peace is not a natural state of affairs that can be taken for granted. It is the duty of each generation to stand for freedom and democracy. They will be remembered. I am very proud and honored to welcome you here in the municipality of Hilvaardenbeek in the village of Biesen, a sacrifice which will always be remembered by a very special work of art that is constructed as a part of the bridge over the river Heuvel, which has played a vital role in the Battle of Biesen back in 1940. The fact that the ambassador of the French Republic and the King's Commissioner of the province North Brabant are both present here today underlines the true significance of the monument. As the president of the Foundation Heritage Diesen, I'd like to thank all of you who are present here for your presence here and for the spoken words of the confectioners. And I'd like to offer you something. A present from our foundation. It's a book of the war that we wrote in 1995. That was with 50 years of deliverance. 50 years, yes. That is called In Bange en in Blije Dagen. It's the war book of our village, Diesen, Brasov and Hakkov, with many eyewitnesses of people who were present with the fights, when the French came here, and like the two people you saw in film, these two ladies, they are also mentioned here in this book.